Ja, we gaan hier wel een zaak van maken, jongen. Dit gaat sowieso op je. Je gaat sowieso naar bureau Halt. Want dit is. Ja, dit kunnen we niet accepteren, natuurlijk. Dat snap je ook wel. Yo, beste kijkers van Teveel Gevraagd. Jullie denken vast van, wauw, Dion heeft een andere stem, maar Dion zijn microfoon is gewoon kapot. Dus nu kijkt hij maar dom naar de camera, hopeloos en alleen, maar ja, laten we het hebben over de video. Deze video is opgenomen tijdens een live stream op Gaming for Good. Bart en ik gingen prankkalen en daar zijn een paar hele toffe prankkals uitgekomen. Dit is daar één van. In de video gaan Bart en Dion een jongen genaamd Wesley wijsmaken dat wij van de politie zijn en hem willen oppakken wegens het spuiten van graffiti. Ik stop nu met spoilen en ik laat jullie nu gewoon lekker de video zien. Veel kijkplezier. Hoi. Hallo. Hoi. Dag, ik hoor iemand door de lijn heen. Met wie spreek ik? Met Wesley. Ik bel even namens het landelijke politiedienst, ja. Want... dat weet je niet. Nou, we hebben namelijk dit nummer doorgekregen van ene Jeffrey of zo. Ik weet niet of je hem kent, Jeffrey. En die heeft tegen ons gezegd dat jij graffiti hebt gespoten op het schoolpleintje. Daar willen we even wat meer informatie over eigenlijk. Er staat namelijk een graffiti is er gespoten met heel groot op gewoon boef. Ik weet niet wat het betekent, maar ik vind het niet, ik kan er niet echt om lachen. En mijn collega's die maken er op dit moment een zaak van. Heb je er wat op te zeggen? Nee, maar ik kan me niet herinneren dat ik graffiti heb gespoten. Je hebt geen graffiti gespoten? Nee. Dat is raar, je kent Jeffrey toch? Ik ken wel een Jeffrey. Ja, hij heeft tegen mij gezegd dat jij op het schoolpleintje graffiti hebt gespoten. En ja, het is best wel ernstig. Het staat echt heel groot, staat er. Gewoon boef. Ik weet niet wat het betekent. Ik heb wel een keer graffiti op mijn schoolplein gespoten, maar niet heb ik dat gegeven. Geen gewoon boef? Nee, dat heb ik niet gegeven. En wat, kun je het uitleggen? Want ik weet niet precies wat het is. Wat staat gewoon boef voor? Boef is een vlogger. Een wat? Ja, een vlogger. Oh, Enzo Knul. Knul, Enzo Knul. Ja, we gaan hier wel een zaak van maken, jongen. Dit gaat sowieso op je... Je gaat sowieso naar bureau Halt. Want dit is... Ja, dit kunnen we niet accepteren natuurlijk. Dat snap je ook wel. Ja, en... maar hoe lang ben je al fan van Gewoon Boef dan? Want ja, het is natuurlijk een Enzo Knol, is het? Een vlogger? Een vlogger, ja. Maar ben je daar fan van hem, dat hij je hebt aangespoord daarvoor of zo? Harry, code prank. Ja, jongen, ik kom eraan. Wacht even. Ik maak even dit gesprek af. Code prank. Altijd die code prank, jongen. Die komt steeds binnen. Ik word er echt helemaal gek van. Nee, maar Gewoon Boef. Ja, waarom ben je daar toe aangetrokken? Is het... Ja, een relatie met hem of zo? Wat is het? Waarvoor schrijf je dat op? Oh nee, ik vind gewoon de vlog heel leuk om te kijken. Ja, ik zit nu even op te zoeken. Hij doet ook heel asociaal, hè, tegen de politie. Ja, klopt, dat heb ik gezien. Ja, nou, daar gaan we dan ook even mooi een procesverbaal van opmaken. Henk, want... wij hebben een bewijs dat dit boef is. Is dit gewoon boef nu? Dit is gewoon boef. Hé, hey, dat maakt het leuker. Wij willen jou namelijk direct spreken op het politiebureau. Maar ik... Ik ben niet boef, ik ben Wesley. Henk? Hij geeft een andere naam. Ja, op, ja dat is gewoon weer een overtreding. Ja, valse naam geven, dat is een overtreding. Dat is namelijk liegen tegen een ambtenaar in functie. Daar gaan we ook een procesverbaal van opmaken. Het ziet er niet goed uit voor jou op dit moment, boef. Maar meneer, ik heb gewoon een echte naam gegeven. Wesley is gewoon mijn echte naam. Ja, maar ik krijg van verschillende mensen te horen dat jouw naam echt gewoon boef is. En ik kan het niet accepteren. Ik bedoel... Je spuit heel groot op het schoolplein, graffiti op, gewoon boef. En dan wil jij nu gaan ontkennen dat jij niet hem bent? Ja. En je weet allemaal zo heel goed van wat een vlogger is en zo. Ja, maar meneer, ik ben dat niet. Ik ben gewoon Wesley. En als u nou niet serieus komt doen, hang ik gewoon op. Als u ophangt, dan komen we direct even naar je huisje toe. Wil je dat we dat gaan doen? Weet je wat, dan gaan we je morgen gewoon van je bed lichten. Hoe vind je die? Maar ik ben niet geen boef. Ik accepteer dit gedrag niet. Zeker niet na die filmpjes die ik net van jou heb gezien. Dat je politieagent een beetje belachelijk loopt te maken. Kun je wel? Hé, wij zijn hier ook voor jouw veiligheid. Nou, even normaal gaan doen, want ik probeer gewoon een gesprek met jou te voeren, snap je? Ja. Je doet niet normaal tegen mij, hoor. Hoe? Ik doe wel normaal tegen jou. Ik probeer hier gewoon dit uit te praten. En jij gedraagt je als een of ander crimineeltje. En dat ben je trouwens ook, want we hebben genoeg bewijs tegen je, boef. Oké, meneer, ik ga gewoon naar bangen. Oké, dan lichten we morgenochtend om 7 uur van je bed. Vind je dat leuk? Gaan we dat doen? Nee. Nou dan, doe dan even normaal joh. Ik probeer hier toch normaal in gesprek te gaan. Ja, maar ik zit te wachten tot iemand me belt. Ja, op wie zit je te wachten dan?
Nou, ik heb een sollicitatiegesprek gedaan en ik zit te wachten tot hij belt of ik ben aangenomen of niet. Gefeliciteerd, je bent aangenomen! Nou, bij deze ben je aangenomen. Serieus? Ja. Ja. Oh, super chill. Ja, we zaten even een geintje te maken, weet je, maar je bent aangenomen. En wanneer is dat gelijk eigenlijk dat ik kan beginnen? Ja, dan moeten we nog even het rooster, we gaan binnenkort je rooster sturen, maar je bent in ieder geval aangenomen. Hoe vind je het om voor ons te werken? Hé, hey, maar even iets anders. Waar had je ook weer het mailtje naar gestuurd? Naar welk e-mailadres? Naar het e-mailadres van de Jumbo. Van de Jumbo. Nee, helemaal goed. Ja. Nee, want we gaan je toch op afdeling afvaljongen zetten. Ik weet dat je die voor gesolliciteerd, dat weet ik. Maar kijk, dat moest toch. Kijk, dat was de enige plek die nog vrij was. Dus we verwachten wel dat je de afvalbakken en zo gewoon leeg haalt en gewoon schoonmaakt, weet je wel. Je krijgt in principe gewoon vrije tijd om te hoedvloggen en zo, dat soort dingen. Dus je mag daar gewoon je expressie uiten, zeg maar. Snap je? Ja, ik snap het. Nee, ik vind het goed om te doen. Hé, ik heb nu een belletje door. Ja? Oh. Oh, oké. Okay. Nee, serieus? Dit is niet de goede. Is het? We zouden Boef aan... Jij was Boef, toch? Nee, ik was Wesley. Ja, we hebben de verkeerde. We zouden gewoon Boef aannemen. Oh. Dat is awkward. Dat ging niet over hem. Dat ging over Ismael Iguni. Heel even wachten. Nee, we zouden Ismael Iguni aannemen, Henk. Ilgun, ja. Oeh, ken je te veel gevraagd trouwens? Het YouTube-kanaal? Ja. Ja, dat ken je wel. Ken je Zouten Popcorn? Ja, dat is het kanaal van Bart, toch? Dat van Bart, ja. Hoe moet ik dit zeggen? Dat is wel moeilijk om dat te zeggen eigenlijk, hè? Hebben we nog steeds te maken met code prank? Prank? Ja, prank, ja. Prank, waar is protocol dan? Waar is die? Het is volgens mij een prank call. Prank, volgens mij. Prank call? Is dat toch wel het samen niet prank, call prank? Call prank. Nee, meen je dit? Call prank? Je bent voor prank. Fuck? Wat was dit voor een bizar gesprek? Ja. Eerst zeggen we dat we voor de politie zijn, dan zeg je... Ik zit te wachten op een sollicitatie, dan trap je het nog in dat we van de Jumbo zijn. What the fuck was dit? Ja, ik heb het gewoon echt niet meer. Holy shit. Dat is helemaal de weg kwijt. Ja. Hé, hey, wat vind je ervan, Boef? Ja, Boef. Wesley. Wesley? Oh, nee, we moesten Boef prank callen. We hebben de verkeerde. Je bent niet geprankt, sorry. Hé, hey, Wesley, ik hoop dat je het leuk vond. Ja. Vind je het goed dat we het op YouTube zetten, eventueel? Ja, ik vind het goed. Oké, ik hoop dat je alsnog wordt aangenomen. Ja, ik hoop het ook. Ja, ik hoop het ook. Oké, okay. Alright, man. Hey, dankjewel voor je tijd. Werk ze, YouTube monies. Dank je. Later. Monies. Later. Zo, nou, dat was Wesley eventjes aan de lijn. Nou, toch een prachtige, aardige vent is het ook. Ja, het is een geweldige fan. Wat een aardig kerel. Nou... So we